En op deze 31 december 2021 staan we met de heer Iwan Wijngaarden op het Onafhankelijkheidsplein, geen onbekende. En hij zal ons vertellen waarom we hier staan. Want als we de grote bekje achter ons zien, heer Wijngaarden, dan kunnen we zeggen in één woord dat een stukje traditie wordt voortgezet. Ja, ja. Ja, het is een stukje traditie, de kappa. De kappa is, werd goed gebruikt om, suikerwater uit riet, sap van riet, tot suiker te maken. Nu hebben we dat niet meer. En, er worden allerlei vrede dingen mee gedaan, maar we zetten de vrede dingen zetten om in positieve dingen. En we gebruiken de kappa om in dit geval nationaal die zoetwater te geven. Omdat die zoetwater voornamelijk gegeven werd in familieverband, en gezinsverband. En nu hebben we een nationaal karakter aangegeven. Dan heb je, moet je iets groots hebben. En dat moet ons herinneren aan die moeilijke tijden die we hadden in Suriname. De slaventijd, de koloniale tijd. En daarom is die kappa hier, zodat we veel meer mensen kunnen bereiken hiermee. Heeft dit een onderbreking gekend? Nu ook vooral met COVID-19? Ja, ja, zeer zeker. We kunnen het niet zo vrij en blij doen. We moeten rekening houden, omdat COVID eenmaal hebben wij zelf gewerkt aan de COVID. De regering en de wereld hebben vanwege de hebzucht naar zeg maar bling-bling, dus rijkdommen, mooie dingen, dan verpesten we de natuur, dan halen we de natuur uit haar evenwicht. En op het moment dat je de natuur uit haar evenwicht haalt, krijg je ziekten die we niet meer kunnen monitoren. En die ziekten zijn onder andere COVID. En dat hebben wij, want we willen de mooie dingen ook hebben. En daar moeten we rekening gaan houden mee. Anders gaan we met alle dood. Dus, en we moeten, en het jammer van is wanneer cultuur is een van de dingen die ons kan helpen. Om zeg maar de regels die COVID van ons eist, om het de kop in te drukken. Kan cultuur ons aan. Cultuur is een vorm van, het brengt eenheid. Als het geordend is, brengt het eenheid. En dan gaat men luisteren naar de pandiet, naar de culturele leider. Maar als het niet goed geordend is, dan luistert men niet. We merken bij onze afro's, daar heb ik het net gehad met andere journalisten, dat het niet goed geordend is. Zwaar onder druk geweest in de slaventijd, door de staat en zowel door de kerk. Waardoor cultuur ergens bij de afro's een beetje zwak is. En waardoor men, iedereen die maar wat zegt, komt met een of andere theorie, neemt men aan. En daarom gaan ze bij deze COVID in de wereld, gaan ze in de hele wereld massaal dood. En dat is geen goede zaak. Daarom is cultuur zo belangrijk. Wij zeggen, cultuur moet je gaan veredelen. Wat kapot gemaakt is, moet je weer herstellen. Zodat we de goede dingen bij elkaar kunnen krijgen, zodat het een positief effect kan hebben op de samenleving. Maar hebben opeenvolgende beleidsmakers dat begrepen? Nee, nee, nee. Ik ben al, dit is 26e jaar zijn we bezig. We hebben gemerkt dat de leiders vaak door de staat en door de opvoeding geen waarde hechten aan cultuur. Ik zeg, cultuur is Gods gegeven. Religie is gemaakt door mensen. En iets dat Gods gegeven is, zitten altijd goede dingen. Je kan het natuurlijk verpesten als het onder druk geplaatst is. En als het bij de afro's 2 eeuwen lang onder druk geweest is, dan gaan slechte dingen zich ontwikkelen. Dan is het niet zo mooi. Maar we merken ook bij de Aziaten, bij de andere Surinamers, Aziatische afkomst, waar het niet verstoord geweest is. En dat stukje cultuur, het is gestadig, heeft het zich ontwikkeld. En dan luistert men ook. Je zegt dat de mensen zijn veel willender om de vaccin te nemen. En we merken dat er minder doden daar vallen ook. Dus zo belangrijk is cultuur. En daarom moeten we cultuur koesteren. En ik zou de regeringsleiders van hieruit willen vragen van, laten we alles aan de Verenigde Naties heeft aangegeven hoe belangrijk cultuur is. Cultuur levert een bijdrage aan de wereldbeschaving. En het is duidelijk Gods gegeven. Het is alles van je zit erin. Je dans, je lopen, je zang, je belangstelling. En zo kunnen we die belangstellingen delen met anderen, zodat we een,
een kleine, net als in Suriname, een kleine Verenigde Naties. We leren van elkaar en dat moeten we hebben. Maar we moeten onze cultuur goed, en als het beschadigd is, moeten we met ons allen werken om het te herstellen. En is, wordt dat nu, ziet u dat, dat, of dat in gang wordt gezet, dat stukje herstellen? Ik merk er niet veel van, omdat die mens zo zwaar beïnvloed is door de jaren. Wij als, zeg maar organisatie willen alles aan doen. Net als ik, dit is 29 jaar geleden gestart. We hebben er gejoined 26 jaar geleden en we gaan ermee door. We gaan zondag aanstaande op Black Civilization Day gaan we een Black Civilization Award uitreiken aan een afro in een gebied die veel doet om cultuur te verstevigen. Hiermee willen we tekenen aangeven hoe belangrijk het is dat we mensen die iets doen erin, die granen geven, die waardering geven, zodat ze meer kracht krijgen om door te gaan en dat anderen kunnen zien dat ze die waarde ook krijgen. Dat gaan we in Para doen en de vier kinderen. Door die COVID kunnen we het ook niet groot doen, maar we nodigen alle journalisten uit om dat stukje wat we daar gaan doen voor het grote publiek kenbaar te maken. Dat vinden we heel erg belangrijk. Met alle respect, heer Wijngaarden, u had er ook een dagje grijs. Staan de jongeren in de rij om dit over te nemen? Nog niet, maar ik ga door tot we lasten in je bieren, zeggen ze. Je moet doorgaan en je moet niet opgeven. En ik denk met deze stappen, we gaan als een hoeder, een beschermer van cultuur, gaan we daar benoemen in, op vier kinderen voor het paragebied. En dat willen we doen in alle gebieden ook. En zodat deze hoeders bij elkaar kunnen komen en dan meehelpen om het te veredelen. Meer mensen hebben meer inzichten dat we kunnen veredelen en daardoor jongeren kunnen interesseren. Want als iets goed is, dan komen jongeren. Maar als het niet goed is, dan willen ze niet komen. Dus we moeten, wij die nog adem kunnen halen als ouderen, moeten alles aan doen om op een gegeven moment een goed fundament te leggen dat ze belangstelling krijgen. Had u een boodschap voor het volk voor 2022, heer Wijngaarden? Ja, ik zou zeggen, wat ik wil zeggen aan het volk. Besef dat wij regeringen in de wereld hebben het milieu verstoord. Daarna krijgen we allerlei ziekten die wij die veel kwaad doen aan wij, aan ons. En daar moeten we wat aan doen. En ik vraag de regering van hieruit dat ze rekening houden. Verstoor het milieu niet heel erg. Die bling bling is van tijdelijke aard. Al die rijkdommen, al die dingen die mooi glimmen. Werkt, stimuleert geen verslaving aan rijkdommen, maar aan morale en ethiek. Want dat hebben we nodig, willen we vreedzaam met elkaar leven in dit land. En als we dat, en niet elke dag is zondag. We moeten beseffen dat we tijden zijn die goed zijn. Vooral nu met het COVID, dan merken we dat we niks meer in de hand hebben. Dat betekent dat je zuinig moet leven. Hoe zuiniger je leeft, hoe milieuvriendelijker je bent. En dan is er iets voor moeilijke tijden blijft over. En dan, waardoor je ziel niet kan verkopen voor Jan en allemaal. Dus dat die boodschap wil ik geven. En dat we niet zo agressief worden. Dat we proberen veel te bereiken door overleg. En als je zelf niet daar kan komen, probeer mensen te warm te maken die jouw boodschap verder geven. We hebben gezien hier op het plein. Leuk dat het aanhaalt weer. We hebben vergunning aangevraagd. We zijn 29 jaar hier bezig. En het is afgewezen. Vaak is het door, misschien dat zeg ik, gebrek aan de geschiedenis van die Sutwadra. Kan het zijn. En dan ga ik geen ruzie maken. Maar dan zoek ik, waar ik niet kan komen, zoek ik iemand die daar kan komen wel. Die kan praten met de machthebber. Degene die beslissen. Ze hebben Rusland gevraagd van de NPS van praat met de kabinet, want dit kan niet. We kunnen in 29 jaar bezig zijn en plotseling zeggen er is geen plaats voor ons. En nou, het is, moet ik zeggen, binnen een zucht gebeurd. Zonder gescheld is het een fact geworden. Het heeft ons geweest dat we een plekje konden hebben, maar dat willen we niet hebben. Wij zijn mens genoeg om te zeggen, we willen een plekje hebben die voor ons fatsoenlijk is. Hier zitten we, hier op de achtergrond heb je 1873,
de herdenkingsboom van de immigratie. We hebben de oorlogsslachtoffers, we hebben de binnenlandse oorlog. Keurige dingen op de achtergrond. En die zijn voor ons van eminent belang. Dus we moeten zorgen dat we onze cultuur geen plekje geven die dus ongeschikt is. We moeten ons plekje een waardig plekje geven in de samenleving. En dat is hier een geweldig plekje. Ik ben heel blij mee. Had u ten aanzien wat u net zei, heer Wijngaarden, ten aanzien van dat stukje cultuur, vooral een advies voor de regering? Nou, het advies is voor de regering dat weeën hebben dat we vreedzaam leven met elkaar. Het is niet het beleven met de mond, om elkaar omhelzen en dat soort leuke praatjes. Nee, je moet gaan werken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de cultuur van de Afro zwaar onder druk geweest is in de slaventijd. Men heeft verdeeld en heers mee toegebruikt. En de naweeën hebben nu. Dat zegt de Verenigde Naties ook. De Verenigde Naties heeft 10 jaar gevraagd aan regeringen van doe je wat extra aandacht aan de Afro's. Want het is het voordeel van iedereen. Als één groep een achterstand heeft, dan krijg je nooit een harmonische ontwikkeling. Probeer daar aandacht aan besteden. Maar om eerlijk te zeggen, men heeft geen aandacht aan besteden. Dat kan ik uit volle borst zeggen.